This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is, however, not the BBC. Daily Minutes, 18 januari 2022, 2023, ik blijf het verkeerd zeggen. Dit is het bulletin van dinsdag, zo dadelijk de D-Star-ronde. Ik antidateer hem maar met de datum van morgen, omdat ik vandaag al een podcast heb verspreid. Het podcast is van 5 minuten dus. En ik had wat inspiraties, ik heb wat geschreven. Het is een gescripte dus. Onderwerp is zeezenders. Ik had de afgelopen tijd geregeld met enkele mensen gesprekken over zeezenders. Onder andere met Ronald, ZL1 RDK in Auckland in Nieuw-Zeeland. Een Nederlander die daar woont. Zeezenders, dat is een boeiend onderwerp. Met name omdat het onderwerp bij veel mensen nog steeds erg leeft. Opmerkelijk is ook hoe de geschiedenis van de schepen in de Verenigde Staten leeft. Want het land kende eigenlijk zo goed als geen zeezenders. In elk geval geen noemenswaardige. Alhoewel enkele van de bekende zenders rond Engeland hun oorsprong in de VS hadden. Het nut van uitzenden op zee is komen te vervallen met de legalisering van commerciële omroepen. Dat gebeurde in Nederland rond de 1990. Dat was de tijd van minister Brinkman en de U-bochtconstructies. Die U-bochtconstructie was met succes gebruikt door enkele radiostations en werd daarna ook voor televisie uitgeprobeerd. Met als gevolg dat we nu de RTL-zenders onder andere hebben. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog hield de overheid een sterke greep op eerst de radio en later de televisieomroep. Ik ken de achtergrond niet, maar mogelijk vindt het zijn oorsprong in het tekort aan papier dat er na de oorlog was, waardoor er in eerste instantie kranten ook maar beperkt konden verschijnen. In elk geval is er in Nederland tot rond de eeuwwisseling volgehouden dat er een tekort aan frequenties was. Pas na de eeuwwisseling werd met het zogenaamde zero base een betere indeling van de frequenties gemaakt, waardoor er ineens wel veel ruimte in de FM-band was. De eerste zeezenders stammen al van heel lang geleden, maar de hoos van de jaren 60 en begin jaren 70 begon in Denemarken en Zweden in de tweede helft van de jaren 50. Door uit te zenden vanaf een schip buiten de territoriale wateren gold het zeerecht en niet het recht vanaf het land zelf. En in eerste instantie konden de zenders niet worden aangepakt. Dat kon pas later, toen medewerking aan dat soort van uitzendingen verboden werd gemaakt. Het uitzenden zelf was niet verboden. Je mocht alleen geen medewerking verlenen aan uitzendingen die duidelijk op het betreffende land gericht waren. En daarvoor kon je de gevangenis ingaan of een hoge boete krijgen. Omdat het kopen van commercials ook onder medewerking viel, droogde het geld van de zenders op en had het geen zin meer om nog de dure uitzendingen te doen. In eerste instantie ging bijvoorbeeld Radio Caroline door, maar het was geen winstgevende zender meer. Dat ging er meer om dat zeezenders moesten blijven bestaan en ook wel een beetje om een lange vinger te maken naar de overheid die dit alles verboden had. Later was het door slimmigheden wel weer mogelijk om uit te zenden, maar het was een zo ingewikkelde aangelegenheid dat maar enkele dat geprobeerd hebben. De plannen bestonden er hier meestal uit dat in Italië of Spanje een legale lokale zender werd opgericht die op de aldaar aanwezige Nederlanders en Vlamingen gerichte programma's maakte die op raadselachtige wijze een week later ook op een zender vanaf de Noordzee te horen waren. Ondanks dat de lokale zenders extreem hoge kosten rekenden voor hun commercials, prijzen die beter pasten bij het bereik van een zeezender dan bij een lokaal station aan de costa's, was het kennelijk toch lastig om een verband tussen de twee aan te tonen. Verder was het in Spanje en Italië, waar wel commerciële zenders waren, niet verboden om aan uitzendingen vanaf zee mee te werken. Die uitzendingen waren daarom verbodig omdat gemakkelijk een commercieel station kon worden opgezet. Overigens zijn er van al die zenders maar een paar geweest die echt succesvol waren in de zin dat ze genoeg geld verdienden om bij de hoge kosten ook nog winst te maken. Ik bedoel al die zeezenders. En sommige maakten ook nog een heel mooie winst, zoals Veronica en Noordzee bijvoorbeeld. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. Disclaimer, everything in this podcast, including the accompanying material, as a principle is basically all fiction. Although elements of reality may have been incorporated. For social media, I'm on Mastodon. Just search at PA0ETE. Deze uitzending wordt opgedragen aan Jurgen van der Broek. Voor altijd de Joker van België.